Nou zijn we vandaag te gast op het Leipark. En de Volkstuinenvereniging die heeft een open dag. Het is net eventjes droog. Dus wij nemen van de gelegenheid gebruik om eens even een kijkje te gaan nemen hier op dit grote complex. En het is heel leuk. Daar zit een mevrouw bij de ingang. En daar krijg ik een hele mooie roos van. Een van de eerste huisjes, daar kom ik de heer en mevrouw Schone tegen. Ja. Is het fijn om zo dicht bij de ingang te zitten? Ja, het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Met inbreken zijn we het eerst aan de beurt. Maar met mest rijden, dan zit het vlakbij de parkeertuin. Dat is makkelijk om niet zo ver te rijden met kruiwagen. Nou, wij verbouwen van asperges tot bloemkool, aardappelen, komkom, tomaat, pepers. Ja, wij verbouwen eigenlijk niet. We proberen elk jaar wel iets nieuws te brengen. Maar het bloemenjaar dat blijft toch terugkomen op de Volkstuin. We hebben dit jaar voor het eerst weer een nieuwe imker. Heel fanatiek bezig en die wou ook iets demonstreren. Ik heb 6 bijenkassen staan hier. Ja, ik ben dit jaar begonnen hier op het Leipark. Ik kweek 3 bijenvolken op het Leipark zelf. En er staan 3 volken bij van mijzelf. En daar heb ik dit jaar deze honing van geslingerd. En we hebben iemand gevonden, ook een man van een lid van een tuin. En die zit bij een bierbrouwvereniging. En die vond het leuk om hier een demonstratie bierbrouwen te geven. Bierbrouwer Mark, u staat te roeren met een roerstok in wat mij nou niet direct bier lijkt. Nee, in het begin lijkt het nog niet helemaal op bier. Omdat de eerste instantie moeten we van de mouten die we hebben, de suikers die daarin zitten, over gaan brengen op het water. Ja, je mag hier niet overnachten, hè? Nee, helaas. Het is, je bent welkom hier van zonsopgang tot zonsondergang. En daarna is het afgelopen. Nou, ik moet zeggen, vroeger was het zo dat als je gepensioneerd was, ging je naar een volkstuin toe. Maar tegenwoordig is het, mensen worden meer bewust van wat ze eten. En er komen heel veel jonge mensen komen er nu om te zien wat ze kweken en wat ze kunnen eten dan. En zo werd het nog heel erg gezellig hier op Volkstuinersvereniging het Leipark.